Manifestation Junkies, welkom back. Tof dat je weer kijkt, tof dat je weer luistert. Vandaag een aflevering gebaseerd op een zin. Of iets wat ik veel heb mogen meemaken de afgelopen anderhalve week sinds ik terug ben. Ai Bali. Oh, het is leuk om weer terug te zijn, omdat ik weer volop ook aan de slag kan. Maar ik mis Bali ook echt wel. Nou, meer daarover nog in een andere video, een andere podcast. Voor nu eventjes, ik ben full focus bezig met het creëren van trainingsmateriaal voor de Six Figure Academy. Dit traject wordt echt next level. Dit wordt epic. Ik wil dit zo'n ontzettend sterk businessprogramma maken. En ook een uniek business traject. Wat gewoon niet te vergelijken is met al het andere dat er is. Omdat ik zo geloof in de gouden combinatie van identiteit, love attraction, echt volledig stappen in de identiteit van die succesvolle persoon die al daar is waar jij wil zijn, in combinatie met concrete strategie die bij jou past. Dit. En vervolgens all in gaan. En dan houdt het traject ook nog eens in dat maandelijks dat er coaching sessies plaatsvinden. Er is een aparte VIP-groep voor ondernemers die helemaal all in willen gaan. Ook minimaal 15.000 euro omzet draaien al. En een groep van max 12, die geloof ik vol zit, of op één plek na vol zit, op dit moment in ieder geval. Maar ik heb aparte coaching sessies ook weer voor het VIP-traject, om echt de hele Six Figure Academy, alle deelnemers, zo ultiem mogelijk te kunnen helpen. En vervolgens gaat er in juni een exclusief VIP-retreat, driedaags VIP-retreat plaatsvinden voor de Six Figure Academy VIP-deelnemers, om nog dieper te gaan, om close te gaan samenwerken, om live te gaan samenwerken. En voor alle Six Figure Academy deelnemers gaat er in juni een live dag plaatsvinden. Dit gaat mega vet worden. Echt, daar heb ik zoveel zin in. Ook om je live te zien, om die interactie aan te gaan, om je te mogen coachen. Dit wordt fantastisch. Ik heb zoveel zin dus in wat komen gaat. En ik vind het zo tof om bezig te mogen zijn met het creëren van het trainingsmateriaal. Want echt inhoudelijk, ook strategisch, business-wise. Ik heb nu 2 jaar op rij en mag ik een business runnen die meer dan 1 miljoen omzet doet. Op eigenlijk een hele simpele manier. En vervolgens mensen daadwerkelijk op zo'n manier business-wise gaan coachen in een traject van 10 maanden. Deze manier heb ik nog nooit gedaan. En dit was al longer in the making, in ieder geval in mijn hoofd en qua gevoel. En nu gaan we het echt doen. En ik vind het super vet. En er komen dus ook de hele tijd nog aanmeldingen binnen. Ik heb gezegd, voor degenen die het gemist hebben namelijk, luister aflevering 800 en wat is het? 801. Ik vind het even lastig, want ik ben nu aan het opnemen. Maar het gaat in ieder geval over de doorbraak die ik had tijdens een meditatie op Bali. Ik weet even niet het exacte nummer, maar dat is de aflevering die we luisteren voor meer hierover. En wat die doorbraak was en wat het grotere plaatje is. In ieder geval, het is in ieder geval heel duidelijk wie er mee mag doen. En dat zijn ondernemers die willen stoppen met kutten. Op basisniveau echt all in willen gaan. In zichzelf willen investeren qua geld, tijd en energie. Mij als coach willen en geloven in de onlosmakelijke gouden combinatie van identiteit, love attraction en concrete strategie die bij jou past. En ook heel erg een business willen bouwen die vet succesvol is. Vanuit fun and ease. Want ik geloof ook echt dat simpelheid, het simpel houden, dat de key to success is. Nou, in ieder geval dat. Dan was er dus een aparte VIP-groep. En ik ga dus sowieso voor alle deelnemers, komt er een vette live dag, een exclusief VIP-retreat, maandelijks coaching sessies, plus gewoon 10 maanden lang epic trainingsmateriaal. Ik ben over de moon. Ik heb er vet veel zin in. Ik vind het altijd heerlijk als ik iets mag doen. Want bijvoorbeeld tijdens Bali-retreat, tijdens masterminds die ik gegeven heb, coach ik continu ondernemers. Zijn we ook continu bezig met die 2 dingen. Dat is precies ook hoe het Bali-retreat was. En dan is het gewoon 7 dagen achter elkaar all in. Huge transformatie in korte tijd. Dat is ook, specifieke ondernemers kiezen daarvoor. Nou, vervolgens is er ook behoefte aan, Kim, ik wil langdurige begeleiding. Oké, dit is mijn traject met langdurige begeleiding, waarbij ik het ook allemaal ga documenteren. Ik ga het allemaal vastleggen, ga het allemaal uitwerken. Je kunt het terugkijken. Je krijgt er nog exclusieve coaching mensen. Het is mega waardevol. Nou, maar in het proces, want er komen dus continu nog nieuwe aanmeldingen binnen. Dat was het punt wat ik wilde maken. En die aanmeldingen kunnen enkel binnenkomen. Dat zijn interesse. Mensen die graag willen deelnemen middels een vragenlijst. Die kun je vinden via de link in mijn bio Instagram en via mijn website. Als je klikt op de Six Figure Academy, kom je bij een pagina met alle info. En vervolgens kun je, als je interesse hebt, kun je de vragenlijst invullen. En voor korte tijd staat die dus nog open. En heb ik dus de keuze gemaakt
Omdat ik naar aanleiding van die podcast van vorige week met die doorbraak in de meditatie heb gekozen om voor de Six Figure Academy General de inkomenseis van 15.000 euro die er in eerste instantie lag, te laten vervallen. Nou, in het hele proces van aanmelden voor 31 december 2022 zijn er meer dan 25 mensen geweest die ik gesproken heb, ondernemers die graag wilden deelnemen, die nog niet aan die 15.000 euro zaten en waarvan ik heb gezegd van, god, dit is nog niet het moment. Nou, om iedereen de kans te geven om toch nog mee te kunnen doen die dat wil en die het match is, want dat blijft heel belangrijk en ik wil die selectie ook, nou ja, heel duidelijk blijven handhaven op basis van die vragenlijst. Maar om iedereen die kans te geven, heb ik dus besloten om de pilotprijs die ik had tot en met 31 december nog voor korte tijd te laten gelden. Dat betekent dat je, nou, volgens mij bijna 50% korting krijgt als je nu instapt. Het is echt een insane deal. En ik wil vooral zeggen dat ik heel dankbaar ben voor de ondernemers die zich aanmelden. Ik vind het heel tof welke aanmeldingen ik mag ontvangen. Ook van gewoon het hele plaatje. En dat zag ik op Bali Retreat ook terug. Echt van ondernemers die nog meer in de beginfase staan. Die kiezen voor een bepaald traject. En de ondernemers die zich melden ook voor het VIP-traject. Zo tof om te zien wie ik mag coachen. Wie graag geholpen wil worden. Wie er heel sterk in gelooft. Wie in zichzelf gelooft. En met mij door wel naar tonnen en naar een miljoen. Echt, I love this. Dit gaan we doen. En ik ga hier zo van aan. En dat maakt dus ook dat ik mezelf wil uitdagen, wil pushen om het allerbeste te creëren en het meeste te geven wat ik maar kan geven. Nou, ik wil mijn dankbaarheid uitspreken voor de aanmeldingen die blijven binnenkomen. Ik heb dus ook een speciaal aanbod gedaan. Ik heb nog niet gedeeld wat het precies was. Ik heb alleen gezegd, als je interesse hebt, mag je mailen. Daar zijn ook wel reacties op gekomen. Super tof. Voor Bali, november 2023. Dat is namelijk, ik ga binnenkort meer details bekendmaken. Maar als je mee wil, dat is het moment dat het volgende Bali Retreat gaat plaatsvinden. En dan pas weer een jaar later. Dus november 2023, Bali Retreat, max 12 plekken. We hadden ook een paar van weg zijn van mensen die deal hebben gepakt en die een match waren. Ik heb dus gezegd, ik krijg nu een unieke pakketdeal. Ga ik ook voor korte tijd laten gelden van de Six Figure Academy en van Bali Retreat. Dus als je daar nog interesse in hebt, je wil er alle informatie over ontvangen, dan stuur even een mailtje naar info@kimmunnekom.nl. En mijn mail die had kuren vorige week, dus ik heb heel veel ook e-mails niet binnengekregen. Mocht je me nu een e-mail hebben gestuurd, geen reactie hebben gehad, dan betekent het dat ik hem niet gekregen heb. Dat er iets mis is gegaan, dan wil ik je dus vragen om het alsjeblieft nog een keer te sturen. Maar dat is dus going on achter de schermen. Super vet. Ik ben zowel met de locatie voor de live dag, locatie voor het VIP-retreat, creëren van trainingsmateriaal voor de Six Figure Academy, als ook met zoeken naar een nog toffere locatie komend jaar. Want ik wil ieder jaar upgraden voor het Bali Retreat van november. Dus er speelt heel veel op de achtergrond. Daarnaast een ziek kindje thuis, Julian, die echt ziek is. Dus het is met het moment ook echt heel erg uitdagend. Maar mijn energie is zo hoog en ik heb hier zoveel zin in. Het is gewoon puur alignment wat er speelt. En überhaupt vanaf het moment dat die doorbraak kwam en die meditatie. En we terug zijn van Bali. Het was zo geweldig. Er is gewoon, ik weet het niet, er is gewoon wat geshift in mij. En het is niet meer weggegaan. En dit is zo fijn en zo bijzonder. En ik ben er zo dankbaar voor. Oké. Without further ado, zoals ze dat zo mooi zeggen. De inhoud van vandaag, wat ik met je wil delen. Ik krijg namelijk in die vragenlijst en mensen die ik die ik erover spreek ook via Instagram DM, de hele aanmeldproces voor Six Figure Academy. Er komt bij sommige ondernemers dit terug. Ik ga eventjes de heater uitzetten, want ik heb het ontzettend warm. Oh, even tussendoor. Daar komt terug dat daar op het einde, ik heb heel veel vragen namelijk die ik wilde beantwoord worden. En op het einde, ik weet niet precies wat de formulering is van de vraag, maar het komt erop neer dat ik wil weten dat iemand echt all in gaat. En zo op zichzelf vertrouwt, zo in zichzelf gelooft. En dat het gewoon echt een hell yes is. En ik zie dan nog wel eens een twijfel staan. Als er een twijfel is, dan wil ik het niet. Dan wil ik het ook voor jou niet. Hè? Dan wil ik het voor mezelf niet, ik wil het voor jou niet. Dan weet ik gewoon, het gaat niet ultiem werken. En wat ik vaker teruglees aan de gesprekken die ik heb, wat dingen die vaker gezegd worden is, dat merk ik ook tijdens andere lanceringen, dus daarom wil ik het ook aanhalen, is in dit geval, ik heb al zoveel business coaching gedaan, niks heeft tot nu toe gewerkt. Dus ik vind het heel erg spannend. Want ja, waarom zou dit wel werken? En dit vind ik altijd super interessant. Want ja, het klopt. Natuurlijk.
Er zijn heel veel businessprogramma's. Er zijn heel veel business coaches. Niet alles past bij je. Niet alles is even sterk. Ook dat durf ik met zekerheid te zeggen. Maar, en dit is een hele belangrijke. Deze maar. Het feit dat jij zegt, ik heb al verschillende dingen gedaan en niets heeft geholpen, maakt wel dat ik nieuwsgierig word. Want ik wil even goed formuleren. Of jij bij jezelf onderzocht hebt, oké, wat is mijn aandeel daarin? Wat maakt nou dat ik verschillende dingen al heb geprobeerd en dat blijkbaar niets werkt? Ligt het echt aan de coach? Ligt het echt aan de programma's? Of ligt het voor een groot deel aan mij? En stap ik niet in de meest succesvolle versie van mezelf? Pak ik niet door? Handel ik niet? Sta ik niet open om te horen en te leren? Ik vul dit niet in, maar het is even, ik opper wat. Omdat ik wil dat je de zelfreflectie hebt om dit te onderzoeken bij jezelf. En als dit nu gaat, dit is als voorbeeld business coaching, maar dat geldt, ik krijg het zoveel terug ook met een afvalprogramma. Ja, niks werkt. Ja, ik denk niet dat niks werkt. Ik denk vooral dat jij mag, en ik bedoel het niet met een oordeel of bitchig of wat dan ook, pak het alsjeblieft niet zo op, want dit is echt vanuit 100% liefde, omdat ik denk dat je dit gaat helpen. Ik weet dat je dit gaat helpen. Dit zegt echt iets over jou. En wat maakt dus dat jij niet coachable bent? Wat maakt dat jij niet implementeert? Wat maakt dat jij dus blijkbaar de keuze maakt dat niets voor jou werkt? Want er werkt altijd iets voor je. Als jij bereid bent om het te laten werken. En om echt open te staan om te willen leren, om te implementeren, om te experimenteren. Om te gaan onderzoeken en te voelen, oké, hoe kan dit voor mij werken? Dan komt daar een antwoord. En dat is echt 100% mijn waarheid. Ik heb ook zoveel business trajecten en zoveel coaching gevolgd. Hè? En ook toen ik begon. En ik weet nog in eerste instantie dat ik ook wel eens vaker had van, ja, dit is echt niet voor mij en dit is echt niet goed. Tot ik die zelfreflectie ging hebben van, goh, ja, ik kan dit nu al steeds roepen. Of ik kan het bij mezelf gaan zoeken. En gaan kijken naar, oké, wat kan ik hiervan leren? Wat heb ik hier wel aan? Wat wil dit mij teachen? En onder andere iets wat ik van een behoorlijk businessprogramma, waar ik behoorlijk wat aan uit had gegeven, heb geleerd, is onder andere hoe ik het, wat niet voor mij werkte, hoe ik het niet wilde. En dus hoe ik het wel wilde. En dat inzicht is zo ontzettend waardevol geweest en was meer dan 10.000 euro waard. Veel meer dan 10.000 euro waard. Maar het gaat erom, kun jij een persoon zijn dat jij kunt zien, in deze fase van mijn leven, in deze fase van mijn business, is dit wat ik nodig heb. En als ik niet precies krijg wat ik hoop te krijgen, wat kan ik hier dan van leren? En als het continu dezelfde situatie is, dan mag je jezelf de vraag stellen, oké, maar wat zegt dit over mij? Wat mag ik shiften in mijn zijn? Ja, dan heb ik het over de identiteit die ik aanneem. Op het moment dat jij namelijk niet bewust bent, maar de identiteit hebt van iemand die niet coachable is en die eigenlijk al bij voorbaat sceptisch is en heel snel al de conclusie trekt, dit werkt niet voor mij, of dit is niet voor mij, of dit is mijn coach niet, of dit is geen goed programma, of dit is, dan maak je het wel heel moeilijk voor jezelf. En dan is het dus ook mijn waarheid dat je daardoor succes van je afhoudt. Want het zal altijd zo zijn, wat je ook volgt, dat het nooit 100% resoneert. En dat is gewoon, one size doesn't fit all. Daar komt het gewoon op neer. En dat geldt voor coaching, dat geldt voor een programma. En daarom ben ik ook enorm voorstander als ik live coaching doe, dat ik intune op persoon per persoon, dat er geen vast programma ligt. Dat is iets wat ik persoonlijk, waar ik een enorme voorstander van ben. En wat ik ook zie, dat mij in mijn coaching en de resultaten die ik mag boeken met klanten heel erg dient. Nogmaals, dit is persoonlijk. Maar one size doesn't fit all. En dat betekent dus ook, als jij een traject volgt, dan kun je ook niet verwachten dat alles met jou resoneert. En dat alles voor jouw business in dit geval van toepassing is. Of dat je een afvalprogramma volgt, dat alles op jouw lichaam van toepassing is. Zo werkt het niet. Maar het is dan aan jou, en dat heeft voor alles met je zijn te maken, het is aan jou om te gaan onderzoeken, hoe kan dit voor mij werken? Wat werkt wel voor mij? Wat kan ik hiervan leren? Wat kan ik hier wel uithalen? Waardoor er shifts gaan plaatsvinden. Ik heb nu al jarenlang geen coach. En ik ben gegroeid zonder coach. Vanaf het moment dat ik, nou, zelfs toen al niet. Ik denk dat ik vanaf 75.000 euro omzet al geen coach meer heb gehad. En ik heb mezelf naar een miljoen gecoacht. Hoe?
Door wel trainingen te kopen, maar geen actieve coaching. Door trainingen te kopen van specifieke onderdelen die ik wilde masteren. En boeken te lezen, podcasts te luisteren. Ik laat me dus coachen door miljonairs in mijn oren, elke dag opnieuw. Door hun manier van denken. Want door hun manier van zijn, stap ik in dat zijn. En neem ik aligned acties die mij naar dat miljoen brengen. En ik geloof erin dat elke ondernemer, elk mens, dit kan. En of je nu betaalde coaching afneemt of niet, wat enorm waardevol kan zijn en waar ik een oprechte voorstander van ben en ik investeer ook continu in mezelf. Maar dan is nog de vraag, ben jij coachable of ben je niet coachable? En wat doe je met de informatie die je krijgt? Wat doe je met de coaching die je wel krijgt? Serveer je die af als zijnde, dat is niet voor mij, die coach is niet goed, dit werkt niet, dit programma is flut. Of kijk jij, ben jij, daar gaan we weer terug naar het zijn, dit zegt alles over identiteit. Ben jij iemand die zorgt dat hij er iets uithaalt? Die de mindset heeft, dat vind ik een hele mooie die ik ooit van een miljonair heb geleerd. Die zegt, bij alles wat ik koop, of het nu een coaching, zo coaching is, of ik koop een uur bij iemand informatie, of ik koop een training of traject of een boek of whatever, zegt hij. Als er maar één ding in zit, één zin, één idee, één iets, zeg maar, in het hele traject, hele training, whatever, is het voor mij dubbel en dwars waard, want ik weet dat ik een persoon ben die daar alles uit gaat halen, die dit dubbel en dwars gaat terugverdienen, omdat dat mijn identiteit is. En ik heb maar één golden nugget nodig om dit tot een succes te maken. En dat is de mindset waarmee ik ergens inga. En dat vond ik zo inspirerend. Dat ben ik toen gaan implementeren zelf. Zo stap ik altijd overal in. En als ik dan lees dat iemand zegt, ja, dit werkt niet voor mij. Dit was mijn coach niet. Dat programma was het niet. Niets werkt voor mij. Ik heb al zoveel coaching gedaan. Dan gaan bij mij, en ook dit bedoel ik wel niet negatief naar een persoon toe, maar gaan bij mij wel de haren overeind staan, recht overeind staan. Want dan weet ik, oké, maar als je al zoveel hebt geprobeerd, dan komt er een punt dat je de conclusie mag trekken. Ligt het echt continu aan de ander? Of aan de trajecten of whatever? Of ligt het ook bij mij dat ik steeds maar blijf hangen, dat ik niet verder kom, dat geen één coach voor me lijkt te werken, dat geen één programma voor me lijkt te werken? Wat zegt dat over jou? Welke zelfreflectie mag jij hebben? Wat mag jij shiften in je zijn? En vervolgens, als je dat hebt gedaan, in je doen? Om succes te creëren. En dan kom ik weer terug bij een basiswaarheid die ik ijzersterk voel voor mijzelf, maar ook voor jou. All I want to be is already in me. Dat geloof ik echt. En de juiste coach kan dat triggeren. Maar de juiste coach kan dat alleen maar triggeren op het moment dat jij een persoon bent die zich laat triggeren. This is huge. En daarom hecht ik zoveel waarde voor mij persoonlijk aan intensievere trajecten, aan die vragenlijsten, omdat ik heel van tevoren heel goed wil filteren. Met wie ga ik werken? Hoe is die persoon qua energie? Hoe is die qua mindset? Hoe is het qua business? Ik wil alles weten. Omdat ik ijzersterk, haarfijn kan aanvoelen. Gaat dit een match zijn of gaat dit geen match zijn? En mensen die nooit resultaat boeken terwijl ze heel veel coaching hebben gevolgd. En aan mij bijvoorbeeld vragen, ook als ik een lancering heb. Ik onder andere even Weight Loss Mastery. Ik kan me nog herinneren dat het vaker voorkomt. Kun je me garanderen dat dit gaat werken? No way dat ik ooit die uitspraak ga doen. Waarom? Het zegt alles over een persoon als ze die vraag stellen. Dit is even, ik wil echt dat je die zelfreflectie hebt. En je mag nu heel boos op mij worden en me irritant vinden, me bitch vinden. En nu denk ik wel niet dat ik ben. Want ik weet dat dit heel hard kan binnenkomen. Maar ga die confrontatie met jezelf aan. Als het iedere keer niet lijkt te werken, ligt het dan altijd aan de ander of zit er ook iets bij jou waardoor het een wisselwerking is en het daardoor niet werkt? En als je dat bij jezelf op onderzoek uitgaat, hè, en je daarachter komt, wat is het? En wat mag ik in mijn zijn veranderen, mijn identiteit veranderen om wel resultaat te creëren, zul je gaan zien dat het, dat meen ik echt, nou, dat is niet 100% waar, maar ik wilde gaan zeggen dat het niet uitmaakt wat je volgt aan coaching, maar dat is natuurlijk bullshit. Maar heel vaak als jij voelt, dit is het, gaat het ook voor je werken. Omdat je er een golden nugget uit gaat halen. En omdat jij een persoon bent die dit tot een succes gaat maken, ga je er alles uithalen wat erin zit en verdien je het dubbel en dwars terug. Dat is het gewoon. Het heeft alles met zijn te maken. Het heeft alles met je identiteit te maken. Wie besluit jij om te zijn? Ben jij een persoon die zorgt dat het succesvol wordt? En die kiest op basis van wat hij denkt dat hij op dat moment nodig heeft aan coaching, kiest hij een bepaald iets en die staat erin vanuit een mindset. Als ik er ook maar één golden nugget uithaal, is het voor mij dubbel en dwars waard geweest. Want ik ben een persoon.
En met zo'n personen wil ik heel graag werken. Dat is even voor mij als coach. Ik ben een persoon die er alles uit gaat halen. En dat is een persoon die ultiem coachable is, maar ook een persoon die een ultieme succesmindset heeft. En dat wil je. En dat maakt ook dat jij een super succesvolle business creëert. En dat letterlijk jouw succes onvermijdelijk is. Het heeft alles met zijn te maken. Ik hamer hierop, continu. In de Six Figure Academy, elke keer opnieuw. Combinatie, zijn strategie, zijn strategie, zijn strategie. Dit is gewoon, wat zend ik uit, wat krijg ik terug? Het is continu identiteit, law of attraction, strategie. Ik geloof hier zo in. Dit kwam ook zo weer in die week in Bali naar boven. Dit is dé gouden combinatie die zorgt voor ultiem succes. En voor de Six Figure Academy is de zin het aantrekken van limitless abundance. Het worden van een persoon die limitless abundance op alle vlakken van zijn leven creëert. En vooral ook op financieel vlak. Voel die, onderzoek die, heb die zelfreflectie. Vervloek me even, dat mag. Het is oké, vervloek me maar. Maar heb daarna alsjeblieft de zelfreflectie om te onderzoeken. Wat zegt dit over mij? Hoe kan dit voor mij werken? Wat mag ik shiften in mijn zijn en vervolgens in mijn doen om dit tot een succes te maken, in plaats van het continu op de coach of het programma af te schuiven? En dan zeg ik niet dat het inderdaad zo is dat bepaalde programma's natuurlijk echt niet voor een bepaald persoon zijn. Maar dan zeg ik ook weer, het is aan jou om goed te worden in het filteren van wat heb ik nu echt nodig. En dat is ook iets wat je leert gaandeweg als mens, als ondernemer, daar word je steeds beter in. In het begin is het vaak nog, ik maak keuzes vanuit tekort. Ik denk dat ik alles nodig heb. En uiteindelijk is het van, oké, wat heb ik nu specifiek nodig op dit moment in mijn leven, in mijn business, wat gaat maken dat ik tot dat volgende level kom. En als dat nu 100.000 is of 1.000.000, doesn't matter. Of je eerste 15.000, ook prima. Of je eerste 10.000, it's all good. Maar het gaat erom dat je steeds meer die zelfreflectie gaat krijgen van, wat heb ik op dit moment in mijn leven, in mijn business nodig, wat mij dat next level gaat creëren. En daar kan coaching, en vooral een goede coach die de juiste vragen stelt, kan ultiem waardevol zijn. Echt, ik ben daar een voorstander van. Maar het begint bij jou. En dan blijf ik bij. Oké. Dus niet, ik heb al zoveel geprobeerd, niks werkt. Wijzen met de vinger naar een ander. Maar oké, wat zegt dit over mij? En ga het onderzoeken. Dit gaat je zo enorm dienen. Als je die mindset kan creëren. En bij als je besluit om 100% hell yes te zeggen, ga er dan in. Vanuit de mindset, als ik er één golden nugget uithaal die mijn business naar de next level gaat tillen, omdat ik een persoon ben die dat creëert, is het voor mij ultiem waardevol. En weet ik dat ik meer dan de dubbel van de waarde die de investering die ik gedaan heb eruit haal. Ben zo'n persoon. Thank you for listening en tot de volgende keer. Bye bye.